Nou, dan kan ik zo niet meteen. Ik mag weer met Hearts of Iron 4. Vorige aflevering ben ik hier gebleven waarbij we... Nou ja, ik krijg naar de recht binnen dat er iemand... Prosperity Spear is gegaan. Dus dat is de Mongol Empire. Dat is op zich wel nice. Want dat betekent dat... de Sovjet-Unie alleen nog maar ter naartoe heeft. En die gaan ze meestal annexen. Meestal. Oké, jij gaat even daarheen. En ik ben even aan het zien. Waar heb ik allemaal troepen staan? Daar heb ik dan wat staan. Waar staan jullie dan? Oh, oké, nee. Ja, oké, nee. Aha. Fate of Tsjechoslowakije. Oké, ja, daar waren ze mee bezig. En wij zijn de dingen aan het fortifyen. En dan kunnen we binnenkort dus ook eventjes... Hopelijk... Slovakia krijgen. Hoop ik. En dan misschien nog Krakau. Krakau... Is dat stukje. Dat zal wel fijn zijn. Dus ik ga gewoon eventjes wachten totdat de Fate of Tsjechoslowakije hebben gedaan. Even zien. Oké, ja, we zijn nog bezig met... Nice. Even een koffie rate. Blitzkrieg tactics. Dus welke kant zijn ze nu aan een beetje aan het opgaan? Oh, oké, ze willen war with friends. Nou, zal wel goed moeten komen, denk ik. Dat is eigenlijk ook best een goede plaats van de Kriegsmarine. Nou hebben ze die altijd daar staan wanneer ze beginnen. Maar ja, hier hebben ze dat toch nog wat meer protect. Yo. Dan gaan we op vast 1940 research. Wat staat er eigenlijk bij? You have so far had good relations with Germany, but the annexation of Czechoslovakia keeps from us the third imperial city of Prague. We can make diplomatic efforts, but it remains to be seen if Germany will acquiesce. Ik weet niet wat dat woord betekent, maar hey. Oké, ook nog wat vliegtuigen om de luchtmacht te gooien. Misschien maar even bij de eerste Balkans doen. Misschien wel handig. En natuurlijk heavy fighters. Hoppakee, dankjewel Duitsland. Allies. We gaan gewoon even Germanic Brotherhood doen. Dan krijgen we toch wat meer boosts op zich, dus dat is ook wel fijn om te hebben. Dat is wel nice dat we Slowakije hebben gekregen. Oké, dan kunnen we deze vliegtuigen ook eventjes alvast daarop instellen. De Sovjets die gaan nog echt wel een probleem veroorzaken. Zo'n idee van. Kijken. We hebben ook best wel een goede research. Of een focus stream bedoel ik. Zouden een kleine fort kunnen opstellen. Oké, we kunnen uit offensive. Met deze dan de bomber interception. Als ik Krakau krijg, dan krijg ik dit. En dan zitten we ongeveer 11 van de 25. En dat geeft me een klein beetje resources. Dus op zich. Hoe zit het bij jou eigenlijk? Waar is Duitsland dan mee bezig eigenlijk? De Nelson van Zee-Treaty, oké. Op zich, kunst wordt wel heel veel geupgrade op het moment. En dat is op zich wel positief. Balkan Peninsula. Dat is... Or for the Black Sea. Austria declares war. Nee, daar gaan we nog even niet doen. Nou, daar is niet echt veel meer wat we kunnen doen. Dus ik ga eventjes kijken. Een nieuwe research slot. Altijd mooi. Ja, het is handig om even wat tanks te maken. Even zien. Naval Aviation. Deze. Toch wel nice dat Griekenland ook in de access wordt. Hetzelfde als in ieder geval hoop. En ik denk dat het ook wel een handig idee is om Italië te helpen tegen de Allies. Dat lijkt me ook wel een handig idee. Want als ze bijvoorbeeld van links en van rechts aan worden gevallen. Ja, dit maakt me dan niet hiervan het veel uit. Maar vooral Libië. Oké, ja, Turkije die zit natuurlijk wel in hun eigen faction. En ik heb zo'n gevoel van dat ik nog Bulgarije wil gaan aanvallen. Gewoon... En dan kan ik misschien dit nog wel aan Italië geven, zodat ze toch wel wat meer, ja, noem ik dat, dan hebben ze wat meer van het Middellandse zeegebied, zodat ze wel een beetje meer richting het Romeinse Rijk komen. Het is een idee. Oké. Oké, 5 van de 10. Oké, ik zag nu gewoon maximaliseren die meuk. Gaan we gelijk dit eventjes een beetje reinforcen. Gewoon tot zo ongeveer. Gewoon een dikke fortlinie. Defend all new borders. Dan gaan we deze even doen. Even vormen. Even security. Vind je wat? Ik ga gewoon oorlog verklaren aan Bulgarije. Waarom niet? En dan misschien nog wat... Nee, niet carriers. Ho. U-boats. En dan laat ik Italië gewoon helpen. Waarom niet? 115 dagen. Oké. Dan mag Italië dit stukje wel hebben, vind ik. En dat misschien nog wel wat meer. Ja, dan krijg ik ook nog wel een deel. En ik zie dat ze daar heel wat kronium hebben, dus dat is heel goed als we heavy tanks gaan maken. Dus ik ga die alvast researchen. Oké, jullie zet ik ook gewoon erbij. Waarom niet? Oh nee, niet daar. Ja, het is nog rustig op het moment, maar... Het is zo irritant. Ik wil gewoon dat er wat oorlog is. War with friends. Nou, dat komt er een beetje goed uit. ...29 april 1940. Oké, dat gaan we deze aflevering sowieso nog even doen. Concentrate fire plants. Eigenlijk is Bulgarije wel helemaal omsingeld. En daarna kunnen we misschien Turkije wel aanvallen. Misschien. Gewoon alle vliegtuigen gewoon op Bulgarije hebben. Oké, de frontlinie die wordt al beter gebouwd. En daarna wil ik dat ze hier even wat meer betere dingen maken. En dat is omdat ze dat sowieso gaan bombarderen, dat weet ik haast wel zeker. Oké. Zo, 114 heavy fighters al. Nou, die gaan ons best wel helpen, denk ik. Oké, mooi. Laat ik deze even regelen. Corsair Fleet. Zo, dit is echt een totale winst. Oké, en dan geef ik de rest ook wel aan hun. Zo, hebben we dat ook nog even gedaan. Mooi. Echt heel mooi. Molotov hier hebben we het gepakt, oké. Dat betekent dat we in ieder geval nu echt wel nog veel hebben. Current exports, nothing. Wat? Oh, misschien omdat die dingen daar nog moeten gerepareerd worden. Oké. Okay. Zunnik is in Mexico. Nice. Oké, okay, Heavy Tank 2. Gelijk die even produceren. Oké, okay, deze gooi daar weer even bij. Dit artillerie, de Memmel. Wat zijn jullie aan het doen? Polish Republic. Volgens mij was ze communistisch. Dat zou niet goed zijn. Maar ze zijn democraten. Ik weet niet. Italië heeft in ieder geval ook een beetje resources. Syrië toe, de Sovjet-Unie. Heavy tanks. Sportartillerie en recon. Oké. Okay. Gaan we die gewoon ook alvast deployen. Ga ik dan ook gewoon een speciale... Ga ik ook gewoon speciaal bij de Sovjet-Unie zetten. Dit wordt wel een beetje de borders dan. Als ze dit gaan claimen, ja, dan hebben ze een probleem. Ja, wij hebben dan misschien nog een probleem. Ik denk dat het een verstandig idee is om door de Maginot te gaan. Wat wel handig is, is om even de vliegtuig alvast daar naartoe te... zetten. Oeh ja, als ik dan ook zo zie of zoiets krijg, dan zal het ook wel fijn zijn. De Austrian Fleet. En een commander. Die de Black Sea gaat ingaat. Even zien. Danzig War. Nou, we gaan zien. Of het oorlog wordt. Kunnen we beter, of dan kunnen we binnenkort ook de Krakau ding doen. Even zien, artillerie. Nu hebben we toch al een kleine vloot, gaan we ook al gelijk... Oh, we hebben nog eigenlijk helemaal geen touw in anti-tank. Wat dan gaat. Fuck. Nou ja, hij krijgt het toch, hè. National Focus bypassed. Misschien moeten we binnenkort maar even zelf wat rubber gaan maken, want niemand van mijn allies die heeft veel. New Mongol Empire has capitulated. Dat betekent niet veel goed. Maar dit wel. Oh, een dikke whitewash. Polish Republic has capitulated. Jullie gaan even helpen hier ook. Och. Rip. Ah, fuck. 4-2, hier de rest. En hier nog bij. En Zweden. Ik heb geen manpower nog eens wat zien. Zo zichtbaar mijn mannetjes allemaal een beetje dood. Dat is heel goed om eerlijk te zijn. Dus wat we daar tegen gaan doen is heel simpel. We gaan die vloten daar bombarderen. Zo. Een arme division. Oh nee, wacht. Arme officer. Waarschijnlijk moeten we deze grens ook maar even regelen. Dat kan een probleem maken. Very nice. Wat heb ik serieus nog maar één persoontje? Wauw. Finland. Hè? Oh, ze hebben oorlog met de Nordic Brotherhood. Ja, dat kan ook nog. German Reich en Zweden. Nou, zo verhoppelen een beetje. Mooi. Maar ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop het leuk vond. Geef een like aan mijn kanaal. En dan zie ik morgen weer. Later.